Het verrijken van de kennis ter behoud van het gebouwd erfgoed van Suriname is de voornaamste doelstelling van de fotowedstrijd Wiki Loves Monument Suriname 2023. Deze hele maand september kunnen de foto's van meer dan 300 monumenten uit Komowijnen, Koroni, Nikeri, Para en Paramaribo worden geüpload op de website wikilovesmonuments.sr. Fort Zeelandia 1667, misschien wel de meest historische plek van Suriname. Maar uiteraard zijn er in Paramaribo en in de districten meer historische plekken. En ze staan op de monumentenlijst van Suriname. Er is iets moois gaande, een fotowedstrijd. Als u een foto maakt van een van deze plekken, kan het internationaal ook doorbreken. En hoe? Blijft u kijken. Dus de Wiki Loves Monuments fotowedstrijd. Dus dat houdt in dat men dus foto's mag maken van monumentale gebouwen, historische plaatsen. In Paramaribo, maar ook in de districten. En men mag ze dus uploaden via de website. Wiki Loves Monuments is een internationale fotowedstrijd om historische plaatsen over de hele wereld te promoten via Wikimedia projecten. Suriname doet dit jaar voor de tweede keer mee. Jennifer Schuierman, juridisch medewerker van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, SGES, wil dat Surinamers via de wedstrijd meer waardering krijgen voor het cultureel erfgoed. Ons land heeft veel erfgoed, maar weinig weten wat het is en waar het staat. Door die wedstrijd te organiseren, help je ook zo'n soort van bewustwording creëren. Weet je, als mensen foto's maken, als je een foto maakt, dan kijk je natuurlijk anders naar dingen. Anders naar zaken, hè. En door die foto's te belichten, anderen zien de foto's ook, zowel nationaal als internationaal. Dan krijg je ook, internationaal krijg je bekendheid voor Suriname, voor het gebouw erfgoed. Maar ook nationaal, en dat, eigenlijk werken we ook eerst aan het nationale. Want weet je, het eigen gevoel van de mensen hier, de waardering voor het erfgoed. Dus dat proberen we echt een beetje meer naar boven te krijgen bij de mensen. Weet je, zodat ze het blijven waarderen, blijven onderhouden, conserveren. Zodat het mooi blijft voor de komende generaties. Helaas zijn ze ook gebouwd door Surinamers. Ja, tot slaafgemaakte. En anderen die hebben gewerkt aan de totstandkoming van deze gebouwen. Dus het vertelt iets over ons als Surinamers. Schuierman brengt in herinnering dat andere landen hoge inkomsten genereren met hun erfgoed. Dat zou uiteraard ook kunnen in Suriname. Deekman geeft een voorbeeld en vertelt over de historische kookhuizen bij Fort Zeelandia. En het waren meestal, je zou zeggen, de beter gesitueerden of bij de grotere monumentale gebouwen, dat je dus dan zulke kookhuisjes had. Toch? En in zo'n kookhuisje heb je dan een oven, een oude, meestal was er een oven in en een stookplaats. Een stookplaats is eigenlijk net als een gasfornuis. Je moet een gasfornuis voorstellen van toen. En dat was dus dan in zo'n kookhuis. En, maar de, je zou zeggen, de mensen die het minder breed hadden, de kleinere huizen, die hadden dan zo'n kookraam. Waarop ze dan de kookpot werd daarop gezet en dan werd dat dus gebruikt als kookruimte. En we weten dat in 1821 en 1832 er heel, twee grote stadsbranden waren in Paramaribo, waarbij grote delen van de houten binnenstad in de as werden gelegd. En toen heeft het gouvernement ook regels uitgevaardigd om te voorkomen dus dat zoiets weer zou gebeuren. Waardoor dus er toen bepaald werd van die kookhuizen moesten dus vrijwel geheel in een baksteen moesten ze opgetrokken worden, of tenminste tot een bepaalde hoogte. Bij de eerste editie in 2022 waren er 554 inzendingen. Vooral personen in Suriname worden gestimuleerd foto's in te zenden. Op nationaal niveau zijn er 3 prijzen, terwijl de eerste 10 foto's meedoen aan de internationale finale. De foto's hoeven niet per se deze maand geschoten te zijn en kunnen tot en met 30 september op de website worden geplaatst. Om de deelname te stimuleren zijn er de komende 2 weekenden activiteiten bij Fort Zeelandia. Dus de fotowalks hadden we al vorig jaar. Dit jaar hebben we ze weer, maar we dachten eraan om het toch wel
wat uitgebreider te doen. Van misschien komen we met kinderen en misschien willen die niet gaan lopen. Dus dan kunnen die hier blijven in het park. Daar hebben we ook knutselactiviteiten voor de kinderen en ook een speurtocht. Dus kunnen ze daarmee aan meedoen. En daarmee willen we ook het bewustzijn bevorderen onder de jeugd. Toch? Dat ze ook die liefde en waardering krijgen voor ons gebouwd erfgoed. En hoe ziet de fotowalk eruit? Dus dat is dus een wandeling die wordt gemaakt in de binnenstad. En we hebben een gids erbij die ook een beetje vertelt over bepaalde gebouwen. Een beetje de geschiedenis vertelt. En ondertussen zijn de mensen vrij om dus hun foto's te schieten. Ja, dus we roepen ze op om mee te doen. Kijk, het is ook vakantie. Het is een beetje ook een vakantieactiviteit voor de kids. Dus fotowalks, ouders, breng je kids om te knutselen of deel te nemen aan de speurtocht. We zijn nog gewoon op Fort Zeelandia gebleven, want hier al zijn er genoeg gebouwen waarvan er een foto kan worden gemaakt. Gebouw van 1790, er zijn nog meerdere gebouwen, oude officierswoningen en uiteraard ook nog Fort Zeelandia. Maakt u gebruik van de gelegenheid om Suriname op een mooie manier op de kaart te plaatsen. Ik ben Rosita Leeflang met cameraman August Panza.